Hallo. Ja. Zou je die tante Truus weer eens een bos bloemen geven? Dames en heren, dit is tante Truus. Ze hebben elkaar een paar jaar niet gezien. Oh, ja. Maar ik ken een programma dat heet Zand erover. Ja. En ik heb het overgenomen van hem. Ik geloof niet dat ik het slecht gedaan heb. Nee. Was je doen? Ja, nou ja, ik ben even stil. Zo gek is dat ook niet. Danny de Munk is stil, dames en heren. Is ook nieuw. Lieve schat, luister. Ja. Ja, dat ik kom, maar dat ik mij niet kort, maar dat heb ik niet over onze lengte. Nee, maar door omstandigheden hebben we elkaar niet meer gezien, dat is een feit. Maar het is wel waar. Dat ik gedacht, hè? Het schat, maar luister, het is een feit dat ik alles te danken heb aan jou. En, ja. En het is ook zo dat die foto nog steeds van de Telegraaf de wereld er stond te vliegen, weet je nog? Toen dachten ze dat jij mij in was, waar mijn moeder erachter stond, 3 jaar. Maar die foto heb ik nog steeds. En dat was toen inderdaad bij de Shorts van Londen, bij Manke Nemers. En dat was eigenlijk het begin. Dus ik heb alles aan jou te danken. En daarom ga ik die buiging maken, tante Truus, die is voor jou schat. Heel goed bedankt. En die het ook alleen. Die het ook goed zijn. En ik kom heel snel een goed bakken bij jullie. En jullie vader zijn ook welkom in allemaal. Nou, neem je tante even lekker mee. Ja. Ja, kom. Ja, jij het andere mee. Dames en heren, een groot applaus voor Stelte Truus. Oh ja, dan zeg ik, waar ga je met tante Truus naartoe? Waar ga je met tante Truus en Marlene naartoe? Dan zeg ik, maak je geen zorgen, die krijg je morgen weer terug.